Even een ander ding ook, hè, dat was dus de president op de loonlijst van de maffia, of weet ik veel, of nog meer. En dat is ja, de buitenlanders. Wat hier in Nederland met Wilders gebeurt, is dus in precies hetzelfde wat Hitler deed met de Joden en wat Amerika volgens mij deed met de Twin Towers. En dat is ervoor zorgen dat het land als één volk achter een bepaalde vijand aangaat. Dat idee is al zo oud als de wereld. Dat gebeurde in de tijd van de Romeinen ook. Een van de belangrijkste zinnen van Heersers is: geef het volk brood en spelen en ze doen alles wat je willen. Nou ja, de gemeenschappelijke vijand is dus een spel. Voetbal is ook een spel. Hoe heet het nou? Het Songfestival is een spel. Hou ze bezig. Nou, Wilders heeft duidelijk, zeg maar, mensen tegen de buitenlanders opgezet. Die buitenlanders zijn helemaal niet zo erg en ernstig als je misschien zou denken. Een goed voorbeeld is de islam. De islam is echt niet gevaarlijk. Dat wil zeggen, er zijn mensen die gevaarlijk zijn binnen de islam. Maar er zijn net zoveel gevaarlijke mensen die binnen het christendom zitten. Hè? We hebben allemaal nu het nieuws gelezen van al die pedofielen in de katholieke kerk. Binnen de islam heb ik daar nog niks van gehoord. Het kan best zijn dat er ook gebeurt hoor. Maar daarnaast, als je een paar honderd jaar geleden terugkeek, en je zei iets wat de kerk niet goed vond, dan pak namen ze je mee en dan zetten ze je op een brandstapel en bonden ze je vast en dan staken ze de hens in je. Dat gebeurde vroeger. Hè? Of je had de inquisitie en die kwam even kijken of je wel oprecht was, maar ook als je een politieke tegenstander werd, en dan werd je beschuldigd van hekserij en dan werd je gemarteld. Dat zijn christenen, dat zijn wij. Wij zijn dat, wij doen dat. Dat hebben we. En zo zijn er dus, vooral als je naar de wat kleinere dorpjes gaat in Nederland, zitten daar ook nog echt wel christenen die nog steeds zo denken hoor. Die net zo goed als de zogenaamde terroristen ook wel eens een bommetje onder je treinstation zouden willen leggen. Ik persoonlijk heb het een keer meegemaakt. Ik woonde hiervoor met een Georgiër in huis. En Georgiërs, dat zijn mensen die vroeger onder de communisten zaten. Mensen mochten niet geloven in God, maar ondertussen deden ze het allemaal stiekem wel. En nu ze zeg maar weer vrij zijn, komt dat hele geloof weer terug. En dat is heel erg orthodox christelijk geloof. Nou, wat gebeurt er? Hij is heel negatief. En echt het soort christen, het soort katholiek, zeg maar, dat gelooft dat wij mensen zondig zijn. Doordat Adam de appel heeft gejat. Het is allemaal onze schuld. En God is heel erg boos op ons. En het maakt ook niet uit wat we doen. We zullen altijd fout zijn. En straks, ja, dan. Waarschijnlijk op 13 oktober, dat gelooft hij ook nog. Je hebt soms een priester die het zegt: dan vergaat de wereld, dan is de dag des oordeels. Dan komen alle mensen uit hun graven en dan worden ze door God berecht. En de goeie die gaan naar de hemel. En de meeste mensen zijn niet goed en die gaan allemaal naar de hel. Er zijn heel veel mensen in Nederland die dat geloven. En met heel veel mensen, dan heb ik het over, er zijn 2 miljoen mensen in Nederland die dat geloven. Die echt gewoon het standaard Bijbelverhaaltje geloven van een man met een baard in een jurk op een troon boven een wolk daar. En die heel naar is en heel boos is op ons. En ja, ons eigenlijk alleen maar wil straffen. En bij elke, kijk, nou, op een bepaald moment, vooral als hij dronken was, dan sloeg hij helemaal door in dat. En op een bepaald moment zeg ik: Marco heette net zoals ik trouwens. Marco. Is hij Marco Gurdjieff trouwens? Ik weet niet of je de naam Gurdjieff wel eens hebt gehoord. Ik heb met de achterkleinzoon van Ivanovic Gurdjieff samengewoond. Marco.
Vind je het niet raar dat als een God jou schept, dat hij dan niet gewoon van je houdt? Als je iets koopt, dan ben je te gek op je telefoon. Of als je een hond hebt, ben je te gek op je hond. Als je als God een mens schept, dan is het dan niet raar dat hij alleen maar boos op je is en je alleen maar wil straffen? En Marco zegt, waarom is dat dan zo? Ik zeg, dat is toch dom? Nou, op dat moment kwam Marco in actie. Hij gaat achter me staan, hij trekt een mes, hij pakt mijn haren en zet het mes recht op mijn strot. Dat is echt gebeurd. En hij zegt, zeg dat nog eens, en God zal jou straffen door mijn hand. Dat is dus een christen. Dat is iemand die op de SGP of het CDA zou stemmen. He? Dat is iemand die naar Nederland is gekomen, omdat hij niet onder de communist, ten tijde van de communist hier naartoe gevlucht, omdat hij liever naar de Rolling Stones dan Rachmaninoff luisterde. Omdat hij wilde blauwen. He? Echt gewoon zo'n typische Oosterling die hier naartoe komt, omdat dit het vrije land is waar je mag zeggen en doen wat je wil. Die man zette een mes op mijn strot, waarmee die zich door de hand van God mij zou straffen, de katholieke God, niet de islamitische God. En dat zijn, er zijn net zoveel gevaarlijke katholieken op deze planeet als gevaarlijke islamieten. Dat kan ik je echt serieus vertellen. Maar de meeste katholieken zijn niet zo. En de meeste islamieten zijn ook niet zo. De meeste islamieten is meer een cultuur dan dat er echt een geloof is. Ik ben een Sharm el-Sheikh geweest. En islamieten die moeten geloof ik 5 keer per dag bidden. Sharm el-Sheikh, Egypte, Dijkersplaatje. Nou, op een bepaald moment lopen ze dus door de stad. En daar lopen dus al die Egyptenaren die daar zijn, die proberen wat te verkopen. Je kan geen 5 meter lopen of iemand grijpt je vast, kom naar mijn winkel. Ik heb t-shirts voor jou. Nou, wat gebeurt er? Op een bepaald moment is het dus tijd om te bidden. En inderdaad, op het middenpleintje komen er echt zo'n 100 van die Egyptenaren samen. Die gaan op hun knietjes. Ja? Op dat moment, tijdens het gebed, komt Marco komt langs. He? Duidelijk grote man, hij heeft blijkbaar geld. Er zijn gewoon 3-4 mensen die aan het bidden zijn, kijken linksaf, zien me aankomen, staan midden in het gebed op, lopen naar mij toe en zeggen van, I have t-shirts for you. Nou, dat is dus God. Er is geen God in Egypte. Er is maar 1 God in Egypte en dat is de euro. Ja? Zover gaat het islamitische geloof. Maar goed, dat heb je hier in Nederland dus ook. Wat is er met ons christenen gebeurd die andere mensen verdrinken in de fik steken? Dat is steeds milder en milder en milder en milder geworden, totdat ook ik zeg maar op mijn 12e tegen mijn ouders zeg, eerlijk gezegd, ik geloof niet in God. Dat past helemaal niet in mijn wereldbeeld. En dat gedoe door welke zondag naar de kerk moeten, eerlijk gezegd, weet je waar je die kerk kan stoppen? En ja, zo rond die tijd ben ik dus gestopt met naar de kerk te gaan. Niet omdat ik zo'n hekel aan kerken en priesters had of zo. Kerken vind ik eigenlijk nog steeds mooi. En ik ben laatst naar een begrafenis geweest. En dat was met echt een koor dat zeg maar Latijnse zang deed op de achtergrond. Nou, ik vond het echt magnifiek. Maar vaker dan 1 keer in de 3 jaar of zo, is genoeg. Er wordt toch iedere keer hetzelfde verteld. Het is toch iedere keer diezelfde saaie ceremonie. Maar als het een beetje in stijl gebeurt, hè, ook in zo'n kerk in Venetië, echt gewoon dat je denkt, wow, wat ben ik hier. Weet je wel, echt een van de mooiste scènes uit Assassin's Creed is juist, vond ik, door die kerk klimmen. Fantastisch. Maar ik geloof niet in God. Ja. Ik ben weer te ver afgegaan. Dan ben ik de weg weer kwijt. Ik geloof niet in God. Kerkluik. Maar ja, goed, ik ben dus gestopt met naar de kerken gaan.
En dat komt gewoon omdat, ja, ik in een land leef waar je heel veel tv hebt, heel veel boeken hebt, heel veel dingen kunt lezen, in contact komt met andere mensen en dan vanzelf voor jezelf gaat denken. Ja, al die Marokkanen en Egyptenaren die nu in Nederland zitten, die zijn dus nu weg uit dat enge, ja, wat stoerere land, waar trouwens ook iedereen gewoon aan de heroïne zit, hoor. Ik ben in Egypte geweest en daar roken mensen heroïne zoals wij hier hash roken. Dat zijn dan niet één of twee, dat is gewoon opium en heroïne is daar gewoon, ja, net zoiets als koffie. Ik bedoel, allemaal vooral in de grote steden. Dat kan net zoveel eigenlijk als hier in Amsterdam, hoor. Het is meer de kleinere dorpjes waar je op moet passen. Maar de grotere steden, daar heb je ook gewoon disco's en house en dit en drugs en ecstasy en party, 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 party. Ja, maar goed, zeg maar, al die mensen die hier gekomen zijn, die dus nog steeds islamitisch zijn, die worden dus nu geconfronteerd met onze westerse maatschappij. Oké, die opa en die oma niet. Die leren geen Nederlands. Maar die opa en die oma, die hebben kinderen gekregen. En die kinderen hebben weer kinderen gekregen. En die kinderen hebben weer kinderen gekregen. En we zitten dus nu al in de vierde generatie. Er lopen dus nu al Marokkanen rond in Nederland. Die dus, waarvan de overgrootvader hier in Nederland kwam. En die zijn al dood. En die zijn behoorlijk vernederlandst, hoor. Kan ik je echt zeggen. Misschien in jouw dorpje en stadje niet, maar hier in Amsterdam heb je echt gewoon Marokkanen, waar je echt gewoon drie keer naar moet kijken voordat je doorhebt dat het eigenlijk wel Marokkanen zijn. En die Marokkanen, die zijn ook van hun geloof afgestapt. En je hebt hier echt in de stad van die 14, 15-jarige Marokkaantjes, die perfect Nederlands spreken, hun haar hebben geblondeerd, een broodtrommeltje hebben van Marco Borsato en een SpongeBob t-shirt aan hebben. Ja, dat zijn hun idolen, SpongeBob. En daar is helemaal niks Marokkaans meer aan. Eigenlijk, die derde generatie was zich al tegen hun ouders aan het afzetten. En die vierde generatie, die wordt eigenlijk behoorlijk Nederlands opgevoed. Die krijgen boerenkool met worst als ze gaan eten. En dus er altijd wel een beetje Marokkaanse cultuur in zit. Zo zit er bijvoorbeeld nog steeds christelijke cultuur in mij. Ik steel niet. Ik spreek meestal de waarheid. Hè? Heel veel dingen uit de 10 geboden zijn mijn geboden. En dat komt omdat ik daarmee opgevoed ben. En zo zullen er ook een hoop geboden zijn die bij hun nog steeds gelden. Maar ga er maar niet vanuit dat alle Marokkanen nog wel naar de moskee gaan. Vooral die jongere soort. Er zal vanzelf het moment komen dat op een bepaald moment zo'n 15, 16-jarige naar papa gaat. Papa, er is vanavond een concert van Marco Borsato in de Kuip. Dus ik kan mij maar beter niet verwachten vanavond in de moskee, want ik ben er niet. Huh? Dat is precies hetzelfde hier gebeurd. 50 jaar geleden nog. Je hebt de film Spetters. Ik weet niet of die van Paul Verhoeven is, geloof ik. Dat gaat nog over zo'n jongen die dus homo blijkt te zijn, lang verhaal, leuke verkrachtingsscène trouwens. Maar in de film Spetters is dus een zoon die uiteindelijk dus zijn vader komt vertellen dat hij homo is. Die film is uit de jaren 80. En wat doet papa? Die pakt zijn broekriem en die geeft hem dat toch van lang, zal ik je zeggen. Dat is 1980, dat is 30 jaar geleden. Maar ik ken nog steeds, hè, vooral omdat ik veel met homo's omga, ik ken nog steeds mensen die bijvoorbeeld uit Barneveld komen, die dus zeg maar op 16-jarige leeftijd het huis uit zijn gezet van, en je bent mijn zoon niet meer. Dat gebeurt allemaal, dat gebeurt hier ook. Maar de grote groep is weggegaan, de kerken stromen leeg. Ook in Heerlen bij die begrafenis hadden we ik geloof een Dominicaanse priester. Dus echt gewoon iemand die, zeg maar, een zwarte priester. Die met gebrekkig Nederlands
de misdeed. Waarom? Omdat ze in Limburg geen blanke priesters meer kunnen krijgen. Iedereen stopt ermee. Nou, die nieuwe generatie, die stopt er ook mee. En de generatie hierna komt, die stopt er al helemaal mee. En op een bepaald moment, dan heb je helemaal geen islamitische Marokkanen meer. Want al die islamitische Marokkanen, die zijn ondertussen overleden. Kijk maar eens goed naar Amerika. Ja, wat denk je waar Amerikanen van gemaakt zijn? Ja, afgezien van de Indianen is het allemaal import. En dat zijn Nederlanders en Duitsers en Polen en Russen en Irakezen en Iraniërs en Egyptenaren. Ik kan niet zo gek, maar bijvoorbeeld, kennen jullie Richard Gere? Dat is een Turk. Richard Gere, nou, het is geen Turk, het is een Koerd. Dat is het grote verschil, hè. De Koerden zijn de Turken met het blond haar en de blauwe ogen. Maar de papa van Richard Gere komt uit Turkije. He, dus reken maar dat Richard Gere is opgegroeid met de islam. Of in ieder geval direct met contact dat Richard Gere weet wat een Ramadan is. Maar ja, naar de buitenwereld toe ziet hij de man er behoorlijk westers-Amerikaans uit. Gedraagt zich heel erg westers-Amerikaans. En zo zijn er heel veel Amerikanen. Die komen gewoon uit hetzelfde land als Saddam Hussein. En waar je het gewoon niet meer aan kan zien. Gewoon omdat ze precies dezelfde dingen doen die alle andere Amerikanen doen, omdat ze volledig zijn ingeburgerd. En dat is niet omdat ze gedwongen zijn om in te burgeren, maar omdat, ja, zo langzamerhand is, zeg maar, dat cultureel is verwaterd. En daar is dat ze zijn met een Amerikaan getrouwd. En zo zijn er dus nu ook Marokkanen die met Nederlanders trouwen. En dan krijg je van die halfbloedkindertjes. En dat gaat hier in Amsterdam dus bijvoorbeeld zover dat wij, hè, hier in Amsterdam, ja, niet echt Marokkaans, maar een Oosterse homokroeg hebben, de Habibi Anna. En dat is dus echt een homokroeg met echte homo's, van Arabisch sprekende mensen, hè, die dus zeg maar een Arabische afkomst hebben. En dat zijn dan ook echte homo's in die zin dat het vrouwtjes zijn. Het zijn net zo'n homo's die zich laten nemen. Nou, als er iets niet kan in die wereld, dan is het dat. In Egypte, weet ik niet, maar zeg maar, in die buurten, in heel veel van die landen, staat gewoonweg de doodstraf op homofilie. Dat is de reden ook waarom als de mensen uit de Arabische regionen homoseksueel contact hebben, dat ze elkaar neuken. Dus eerst ben jij het vrouwtje, dan is hij het vrouwtje. Op het moment dat jij namelijk iemand geneukt bent, geldt dat anders dan dat je alleen genomen bent. Als je genomen wordt en ze komen erachter, dan ga je in de galg. Maar als je genomen hebt, dan dat ligt dan zeg maar anders en dan ga je vrij uit. Nou, hier in Amsterdam heb je mensen die alleen maar genomen worden. Dat je dat even weet. Dat kan niet in de islam, dat kan helemaal ook niet in die cultuur. Maar het is wel al zo. Dat is in Nederland waar wij naartoe gaan. We gaan naar Nederland waar er steeds meer, ja, gemengde rassen zijn. Afgezien van de nieuwe import dan, hè, we zullen hier in Nederland steeds meer gemengde rassen zijn. En dat is helemaal ook niet zo erg. En dat heeft te maken met onze genenpool. Ook wel een leuk verhaal. Wij allemaal zijn gemaakt van DNA.
Ons lichaam. Er zit allemaal DNA in, heel veel DNA. Gewoon, daar kun je al 40.000 keer de wereld mee omgaan. Zoveel DNA zit er in onze cellen. En dat DNA, dat dupliceert zichzelf, dat vermeerdert. En er worden eigenlijk gewoon iedere keer nieuwe DNA-strengen worden gekopieerd. En die vormen dan uiteindelijk nieuwe cellen. En dat is wat men leven noemt. Nou, naarmate dat DNA ouder is, gaan daar fouten in sluipen. Wat er gebeurt is, er wordt iedere keer van je cel in je lichaam wordt een kopie gemaakt. En dan krijg je hetzelfde als dat je een kopie maakt op een kopieerapparaat. Je maakt een kopie, dat ziet er nog redelijk als het origineel uit. Maar pak je dat kopie wat je hebt gemaakt en je maakt daar weer een kopie van, dan krijg je al een wat minder goede kwaliteit. Pak je die kopie en je maakt daar weer een kopie van, dan wordt het nog erger. Nou, dat kun je misschien 6, 7 stappen doen. En dan blijft er alleen nog maar bagger over als resultaat. Dat gebeurt bij ons DNA dus ook. Naarmate je ouder wordt, vinden er steeds meer celdelingen plaats. Elke 7 jaar is je lichaam compleet vernieuwd. Dus na 7 jaar bestaat je lichaam eigenlijk alleen nog maar uit kopieën van je originele cellen. En dan 7 jaar later zit je al op een derde generatie kopie. En dan krijg je een vierde generatie kopie. Nou, als je zo oud bent als ik, dan zit je dus al op zo'n 5, 6 generaties kopieën. En wat gebeurt er iedere keer bij een kopie? Komen er foutjes in die DNA. En dat is de reden waarom mijn huid zwak, slap wordt, waarom mijn ogen slechter worden, waarom ik steeds meer kans krijg op kanker en dat soort dingen. Kanker is dus ook, zeg maar, een fout in de code. Dat is de reden waarom mensen oud worden en doodgaan, omdat er iedere keer, zeg maar, meer foutjes in dat DNA terechtkomen. Totdat er, zeg maar, zoveel foutjes zijn dat organen niet meer goed functioneren, dan ga je dood. Dus hoe maak je iemand onsterfelijk? Verzin een manier om dat DNA te repareren. En daar zijn ze nu ook daadwerkelijk mee bezig. Niet dat je dat volgend jaar als resultaat zult krijgen hoor, maar daar is men officieel al mee bezig. Ja, nou, er is eigenlijk al een natuurlijke manier om DNA te repareren. En dat is door het krijgen van kinderen. Wat gebeurt er namelijk? Als jij een mannetje hebt met een aantal fouten, hè, die hebben bijvoorbeeld slechte ogen. En je laat dat seksen met een vrouwtje en dat heeft goede ogen. Dan is de kans groot dat een gedeelte van het DNA van het vrouwtje zich mengt met het DNA van het mannetje. En dan juist die slechte ogen weer repareert. En dan krijg je dus een kind met goede ogen. Huh? Dat zie je dus bijvoorbeeld ook als twee rassen met elkaar kinderen krijgen. Een blank iemand met een neger. Dan krijg je, zeg maar, een donker kind. Dat kind is iets minder donker dan die donkere moeder. En als dat kind weer met een blank, wordt het nog lichter. Hè? En zo krijg je dus, zeg maar, steeds lichtere mensen. Maar dat komt dus omdat die genen gemengd raken. De beste manier om goed nageslacht te krijgen is, zeg maar, om sterke mensen met elkaar kinderen te laten krijgen. Nou, het Nederlandse volk, voordat er, zeg maar, zoveel buitenlanders waren, zat op zichzelf. En dan nog veel erger, er was behoorlijk veel inteelt. En is er nog steeds zo. Iedere keer als ik in Friesland ben, denk ik, wat lijken die mensen toch allemaal op elkaar? Daarom dus. En hoe meer dat gebeurt, hoe meer, zeg maar, mensen uit dezelfde familie, of in ieder geval uit dezelfde groep. Hè. De reden waarom Nijmegen er zo Nijmegens uitzien, en Amsterdammers er zo Amsterdams uitzien, en Limburg zo Limburgs uitzien, is omdat eigenlijk alleen maar de Nijmegenaren met Nijmegenaren naar bed gaan. En daarom hebben Nijmegenaren allemaal die dunne neus. Maar wat gebeurt er dus na meerdere honderden generaties?
is dat er dus steeds meer fouten in dat DNA terechtkomen, omdat er geen nieuw vers DNA bij komt. En dat is dus de reden waarom mensen steeds vaker een bril nodig hebben. Een paar duizend jaar geleden hadden mensen helemaal niet zulke slechte ogen. Maar er zijn steeds dezelfde mensen met dezelfde mensen naar bed gegaan, zodat er niet werd niks gerepareerd. Maar als nu zeg maar die Marokkanen en die Turken naar Nederland komen, die ook hun fouten hebben, en dan naar bed gaan met Nederlanders, dan krijg je dus weer kinderen met vers DNA, waardoor je dus uiteindelijk een gezonder volk krijgt. Dat zal een doorn zijn in het oog van de nationalisten, die graag het witte ras puur willen houden, maar gegarandeerd, het puur houden van het witte ras is gewoon een recept voor je ondergang. Uiteindelijk ga je daar kapot. Nou, we hebben het nog niet over de UFO's gehad, doen we een andere keer. Ik moet ervoor zorgen dat het allemaal niet te lang duurt. Hè. De homo's, bla bla. Ik heb je weer wat geleerd. En tot de volgende keer.